Ik denk daarbij ook dat het strijdplan... Kijk, ik heb Groningen thuis gezien. En dat was denk ik de beste ploeg die ik in Kerkrade heb zien voetballen. Dit seizoen met heel veel beweging vanuit alle linies komt dat op. En daar had Roda het toen moeilijk mee. We kwamen heel goed weg zelfs, hè? Ja, en ik denk dat ze Groningen uit een ander strijdplan hebben dan Groningen thuis, laat ik het zo. En dat ze dat ook moeten oefenen. Dat is nu ook de vraag, hè, want Roda hoeft niet te winnen. En je hebt het in onze tijd heel vaak gezegd. Als je een grote stadion speelt met veel mensen... zoveel jaar heb ik er niet meegemaakt, maar een paar... Ja, dan moet je ze stil spelen. En hoe je dat gaat doen is waarschijnlijk niet zorgen dat je de punt vasthoudt... en met je kont in de krib gaan liggen. Dat gaan ze zeker niet doen. Er zitten dadelijk 25.000 man, hoe groot is het stadion? Ja, die gaan er nu ook vanuit dat ze die wedstrijd gaan pakken. Nou ja, en Roda staat niet van iets het hele jaar al tweede. Hè? Ik bedoel, hele jaar eerst of tweede, dus dat zou echt super zijn als dat niet lukt. Ik verwacht niet dat Bas... Veel gaat aanpassen. Kijk, want je zit nu ook min of meer in een goede fase. Ja. Dan zeg ik, ja, moet je nou de hele tent op de kop gaan zetten en de spelers in twijfel laten. En wetende dat dit wat je nu uitvoert best goed gaat, het past allemaal. Dus. Zef, en de druk ligt bij Groningen, uiteindelijk. Want het volle stadion, er is verwachting, ook bij het publiek. En Roda moet gewoon beginnen, duels winnen, druk zetten, daar waar je druk wil zetten, zo hoog mogelijk als het gaat. En dan zie je de krijgruimte. Groningen gaat moeten winnen. Ja. Als daar de staf bij elkaar zit en die kijken zich aan en zeggen... Hey, Roda komt zondag, of Roda komt vrijdag. Hoe denken we erover? Nou, dat wordt lastig. Ja. En je weet wat zo'n wedstrijd kan doen. Gisteren PSV, eerste 15 minuten, spoorloos. Hè? Dat is het moeilijk. En dat zijn ervaren voetballers. Ja. Helemaal spoorloos. Ja. Thuis, de druk ligt nou ook, dat vind ik ook, de druk ligt ook... Bij Groningen, vooral bij Groningen. Dat moet je niet onderschatten. Dat is niet zo dat Roda daar met de Groningen en Willem II moeten promoveren om volgend jaar niet flink terug te moeten in de begroting. Ik hoorde zelfs de helft van het personeel van Willem II had eruit gemoeten als ze niet gepromoveerden. Dat heeft Groningen ook een beetje. Dus daar is de druk is enorm.